heb vooral heel goede herinneringen aan mijn stage in Spanje. Ik heb daar ontzettend veel geleerd. Veel plezier gemaakt ook vooral. En ik denk dat als dat niet verplicht was geweest, dan had ik dat nooit gedaan. Dus daar ben ik toch wel heel dankbaar voor. Waar ik het meest aan heb gehad van de opleiding, dat zijn de echte vertaallessen. Waarbij je dan een vertaling voorbereidt en die ging bespreken in de les. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ook wat ik tegenwoordig nog steeds de hele dag doe. En ik vind het ook nog steeds heel fijn om feedback te krijgen van klanten. Want ja, ik leer nog elke dag bij. 2 jaar geleden heb ik mijn vaste baan bij Duo Vertaalbureau opgezegd om te gaan freelancen. Dat was best een grote stap, maar ik ben heel blij dat ik hem gezet heb. En ik heb inmiddels een goed lopend bedrijf met een mooi klantenbestand. Bijna altijd genoeg werk, dus daar ben ik wel heel trots op. Als je de kans krijgt om naar het buitenland te gaan, zou ik zeggen, ga ervoor. Je studententijd is het moment om het te doen. En het is gewoon heel leerzaam en een hele mooie tijd, dus doen. Als cadeautje voor jullie 20-jarig jubileum wil ik jullie graag laten meegenieten van mijn tweede passie, die ook tijdens mijn studie heel belangrijk voor mij is geweest. En dat is piano spelen.